Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is Klein op mijn planeet en in de vorige video hebben we gezichtspoeder gemaakt en vandaag gaan we bronzer maken. Het is hier een beetje fel, maar hij is beduidend donkerder, zo kun je het zien. Ik leg je in de video verder uit wat je allemaal nodig hebt, maar het is eigenlijk hetzelfde als gezichtspoeder, maar dan donkerder. Probeer het ook, want het is natuurlijk altijd het beste om zelf iets te maken in plaats van een zero waste gekochte optie te kopen. En als jullie nog meer make-up recepten hebben, dan hoor ik het graag. Dus laten we beginnen. Oké, de kans is redelijk aanwezig dat jullie mijn video hebben gezien waarin ik gezichtspoeder maak. En nu ga ik bronzer maken. Daarvoor heb ik zo'nzelfde potje. Deze is leeg. En we eigenlijk hetzelfde doen, maar dan andersom. Er zit nog een beetje in. Ik dacht, ik kan het wel weggooien. Maar waarom zou ik? Put de lepel weer even af. En dan vullen we eerst het potje met cacao. Niet helemaal vol, want dit zou hele donkere bronzer zijn. We doen het hierin. Dan doen we deze weer veilig aan de kant. En dan begin ik met één goede schep maizena. Twee goede scheppen. Het was wel een goede zo, hè? Als je een hele donkere huid hebt, zeg maar een huid hebt in de kleur van cacao, dan is het heel simpel. Dan kun je gewoon cacao op jezelf poederen en dan ruik je ook nog eens lekker naar chocola. Ik weet niet of dit er niet gewoon vies uit gaat zien, maar je kunt nu het verschil zien. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik vind hem mooi. We gaan hem zeven en dan in het potje doen. En weer in het potje. Ik denk dat ik te veel heb gemaakt. Veel meer bij moest dan verwacht. Maar als je ervan houdt om een lekkere bende te maken, die in ieder geval lekker ruikt naar choco. Dit is de bronzer geworden. Ik ga hem even naast het gezichtspoeder houden. Bruin en beige. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik ga ze testen en ik kom bij jullie terug met de resultaten. Ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad en zelf bronzer hebben gemaakt. Als je de video nog niet hebt gezien waarin ik gezichtspoeder maak, check die dan ook. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!